Agoeie, wie is sportieve hechtepunt 4? De deelname aan de Olympische Spelen van 1984. En dat is altijd verschrikkelijk eindelijk. Maar ik moet er nog heel vaak aan denken. En ja, ik heb me een hele jeugd van gedreemd om daar te komen. En ik denk dat het een van de mooiste dingen is, is dat als sporter mijn meisje kerst. En letter ben ik trainer geweest. En als trainer ben ik wakker naar de Olympische Spelen geweest. Echt het mooiste wat een sportief te dwaan is. Jan, groeten van je oud-coach, van je snowboard- en fietscoach. Zie je wel, je moet snel op wintersport. Mijn sportieve hoogtepunt is dat ik zonder dat ik gouden medaille heb gewonnen. Dat ik 18 meter sprong in drills van 4 jaar. Zo, goeie, hier ben ik dan. Ik ga je vertellen wat mijn mooiste sportiefste hoogtepunt is. En ik ging daar heel duidelijk op uit en dat is dan om die Paralympische medaille in Londen. Dat we één keer het feest en dat had je leven totaal op de kast hebben. En ik zou eerder loswonnen. Mijn sportieve eerste punt, dat komt er al. Ik krijg de vraag wanneer komt het, die komt er. 2000 redden. Deze man, die nou in beeld komt, die is je sportieve eerste punt. Dat is Roy van der Wal, ja, die heeft weinig sportieve hoogtepunten. Ik snap ik wel dat er net voor de camera misschien nu wel. Nou, goeie Joen, wij zullen je wat vertellen. Ik interesseerde even mijn zus. Ze gaat hier naar Hoijstal, hier haar verhaal. Ik kom hier de hoogtepunt inderdaad dat ik mijn voetbal in naar Hoijstal spelen en ik dan won hè, en mijn de Nederland kampioen hier. Dat is toch wel een Fries hoogtepunt. Hoi! Oh ja, ik ben Jan Dekstra en ik ben muzikant, maar ik ziel in de Olympiajol. En in de Olympiajol wie mijn hechtepunt, want dat ben ik sisser van het kamp TNS, maar wie mijn hechtepunt het winnen van de oliebollenwedstrijd op Zuidlaar. En dan ben ik net winnen, tweede weer. Maar ja, nou, het is toch winnen. En dit is Janneke. Janneke, kom er even bij. Hoi! En Janneke is jongeres. Nou, wat is mijn hechtepunt? Sportieve hechtepunt. Ja, sportieve hechtepunt. Oh jee. Daar ben ik heel erg benieuwd. Mijn sportieve hoogtepunt was het wandelen van de North Rim naar de South Rim in de Grand Canyon. Op één dag 40 kilometer, 2000 meter naar beneden en 1600 meter weer omhoog. Ik was kapot, maar het is de mooiste dag van mijn leven geweest. Nou, mijn meest sportieve hoogtepunt is dat ik hier voor de meest massieve sporters van Friesland ben. Ja, mijn sportieve hoogtepunten duren precies 12 uur, eigenlijk 2 keer 12 uur. Want dat is wist in 86 en 4 januari 1989. En dan hier? Elst even toch.